Welkom back to Debt, ladies and gentlemen. Deze keer ga ik u de kant van de shark laten zien. Zoals je ziet, we hebben een sexy tiger shark. Dat is zo'n beetje het middelpunt van de haaien. Je hebt de great white, dat is de powerhouse. Tiger is middel en Mako is de small guy. Dat is de snelle rapper, voor het zo te zeggen. Heel weinig geld, grote stamina. En hij is op alle punten gelijk. En hier gaat ons meat naar beneden. Het ziet er goed vers uit. Stoppen dat het niet te taai is, dat het niet tussen de tanden blijft zitten. Dan komt alles wel goed, zeker. Nu, ik ga dus als je als high speelt, heb je zo de glass shark feeling. Was de glass shark? Voor, zo noemen de, sommige mensen dat ook. Is voor gezet heel krachtig als je je opponent alleen krijgt. Maar zodra dat ze met twee of meerdere zijn, zet je trek uitgeschakeld, gelijk niks. Nu, dus daarom dat je eigenlijk stealth moet gebruiken. Je moet je moves plannen. Je kunt niet zomaar erin stormen, gelijk een Rambo. Als er een Rambo shark bestaat, tenminste. Je moet eigenlijk tactisch spelen. Hier, ik ga heel op mijn gemak kijken. Ik probeer in en alleen te krijgen. En pats gedaan. Ik heb die bitch. Nu, normaal zou je toch moeten weten wie Jesse Pinkman is als je Breaking Bad hebt gezien. Geweldige serie trouwens. Wordt alleen maar beter bij ieder seizoen. Ik heb tot nu toe het derde seizoen uitgezien. Ik moet nu het vierde en het laatste nog zien. Het vijfde dus. Maar anyway, hup. Gaat van de groep weg en heb gedaan. Dat is weer Jesse Pinkman, bitch. Maar dat is dus het gevaar als je als duiker speelt. Hè. Als je zodra dat je durft weggaan van de groep is het gedaan bij u. Tenzij dat je echt al goede gear hebt, als je echt de higher guns kunt kopen en zo. En natuurlijk moet je ook als Shark Steve zo goed mogelijk disablen, want dat vertraagt hun. Zij hebben meer manpower als u, dus je moet echt zien dat hun alles wat hun tegenhoudt is beter voor u. Hier nog, is dat Pinkman terug? Ja, Pinkman weet totaal niet wat er mee bezig is. Die gaat constant naar de open en dat zou ik niet doen en dicht alleen in het water gaan ontvangen bij haaien. Nu, als je als haai held tekort hebt, moet je op de seals gaan jagen zoals je hier ziet. Geeft u held terug. Maar het is echt wel belangrijk als shark dat je je tickets controleert. Ik bedoel, dat is geen nieuw concept. Als je Battlefield en zo speelt, weet je wat tickets zijn. Of, ja, Battlefield is de beste vergelijking. Ik heb het daar belaten. Nu, tot nu toe hebben we redelijk veel shows. Ik heb een goede partner ook voor samen te spelen als high. Maar als je daar één collega hebt, fellow collega shark, dan gaat je miserie aan. Als die niet weet wat hij doet. Ik heb nu zomaar aan de groepen inzwemmen. Denken dat de Rambo Shark is of Chuck Norris als high of wat ik ook moet gebruiken. En je ziet mij, ik zit constant mijn eigen te verplaatsen. Ik kom langs boven, ik kom langs de zijkant, langs onder. Je moet proberen, als je constant langs in een kant aanvalt, dan heb je pech. En je hebt ook perks wat je kunt kiezen als high, zoals je daar juist zag. Gelijk nu meer stamina, health regen. Eigenlijk is het voornamelijk gebaseerd op speed, stamina en health regen. Maar je kent perks als je Call of Duty hebt gespeeld, wat dat precies inhoudt. Ik heb eens iemand anders gekild, een Pinkman, een Scott. En die gaan we Steve aanvallen, maar dat mislukt vies slecht. Of dat Pinkman weer is. Oh, ja, een pony. Ja, die mag sterven. Als je pony bent, dan heb ik geen compassie meer. Sorry. En zoals je ziet, ik ga hier op een fucking rampage. Omdat dat team eigenlijk... waarschijnlijk zijn het nu spelers. Ze hebben geen idee wat ze doen. Of ze kunnen gewoon niet als een team samenwerken. Dat gaat één van de twee. En als je zoiets ziet... Dat is een shark shield wat je gebruikt. Dus dan ziet je echt niet wat er in die omgeving gebeurt. Dus dan zit je eigenlijk gehandicapt, om het zo te zeggen. Maar ja, Depp, ik vind dat wel... Ik vind het plezant spel omdat het redelijk uniek is in zijn soort. Je hebt
naar mijn weten niet echt een ander spel wat deze doet. Nu de mechanics, ik vind die heel goed gedaan. Ik bedoel, als je als een high speelt, je voelt je ook echt als een high. Dus niet dat het zo heel glitchy is en alles. Dat is duiker juist hetzelfde. Dat voelt heel goed aan. De donkere atmosfeer aan het spel helpt daar ook mee. Maar dat zie je voornamelijk aan de kant van een duiken natuurlijk. Niet zo echt als high, omdat je zelfs de visie hebt zo'n beetje gelijk Batman. Als je je detective mode aanzet. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik raad het u zeker aan als je zegt van ik wil dat proberen. Koop het op Steam zou ik zeggen. Ik heb er in ieder geval geen spijt van, maar je moet natuurlijk voor deze soort spel zijn. Ik bedoel, ik kan niet verwachten dat iedereen hiervoor is. Je hebt mensen hebben verschillende smaken. Ik bedoel, je hebt mensen die ook voornamelijk de graphics eerst zetten en dan de rest. Ik wil gerust wat. Nou, daar gaat mijn haai. Nu, ik heb Jesse Pinkman aan die mijn ingeramd, dus alles is goed en wel. Maar, ja, je moet dat zelf weten voor je eigen. Ik bedoel, ik ben een mechanically focused gamer. Ik kan gerust wat graphics opofferen voor gameplay wat beter is. Je hebt andere mensen wat, als ze te veel verliezen aan graphics, dat ze hun niet aanstaat of de speelstijl hun niet aanstaat, maar dat is voor iedereen verschillend. En je kunt ook lunchen met een shark, zoals ik nu doe als ik zo iets afstorm. Dat is eigenlijk de rapste manier ook voor weg te geraken. Want eer dat je haai op gang is voor weg te zwemmen, dan zit je misschien al dood. Dus ik raad aan, als je zo rap mogelijk moet weggeraken, lunch gewoon met je haai en dat komt wel goed. Maar ik ben al te lang aan het praten. Ik weet eigenlijk ook niet meer wat zeggen erover. Van anders dan blijf ik ook maar zaken en vies doen en weet ik veel wat. Ik ga u laten. Ik ga u een link geven voor dat spel op Steam. Moest het u interesseren, kunnen we dat altijd een keer uitchecken. En ik hoor u later wel. Joep.